onze gast vandaag is Peter Grimwis. En mijn naam is Rietje Barels. Vanuit het kleinhandelsgebouw in Sommelsdijk is dit de huiskamer. Alweer ruim 7 jaar geleden zijn Peter Grimwis en zijn vrouw begonnen met het complex De Overkant. Een landelijk gelegen ruimte, grote ruimte, met een enorme tuin erachter waar ook activiteiten zijn. En ik ga dus nou aan hem vragen wat er allemaal zoal mogelijk is. Hoe ze het redden, hoe het allemaal in zijn werk gaat. Welkom, Peter Grimwis. Kom hier graag, mevrouw. Nou, fijn. Het is alweer een aantal maanden geleden dat ik met Leenert bij jullie geweest ben. En Leenert heeft een opname gemaakt. En toen heb ik kennis gemaakt. Ik had er nog nooit van gehoord, van De Overkant. Ja, moeten we nog iets aan de publiciteit doen? Misschien dat dit programma er al mee helpt. Nee, zeker. Nee, maar toen ben ik er ook in gaan verdiepen. En toen merkte ik dus dat er enorm veel activiteiten zijn. Ja. Ik wist dat dus niet, want behalve bijvoorbeeld... Nou, ik hoor het straks wat er allemaal kan. En ik weet dus uit ons gesprek wat we toen gehad hebben... dat het lang niet allemaal commerciële activiteiten zijn. Jullie hebben er ook... ontvangen mensen of verenigingen? Ja, dit zijn misschien wel hoofdzakelijk geen commerciële activiteiten. We hoeven er niet van te leven. Het is een activiteit die gestart is een jaar of 8 geleden met het idee, 7 jaar geleden met de eerste uitvoering, om functies bij elkaar te brengen. Zo legde ik in die periode het uit, die nog niet eerder bij elkaar waren gebracht. En wat zeker bedoel je niet, met functies? Dat ga ik vertellen. Ja? Dat een combinatie mogelijk was van zowel theetuin en galerie, en het organiseren van concerten, en het organiseren van lezingen, en vertonen van films, dat soort activiteiten ja, in één ruimte, dus, multifunctioneel. Ja. En op die manier ingevuld zoals wij dat toen voor ogen hadden, was in de omgeving eigenlijk niet. En dat heeft wel wortel geschoten om het zo maar... volgens mij niet. Ja, Oudgersplaat heeft een multifunctioneel centrum. Ja, ik weet het maar net voor mezelf. Niet van jullie zoals jullie, dat is het niet. Nee, daarom is het misschien ook wel leuk dat het ook wel lukt en dat het na 7 jaar ook bewezen heeft... dat het levensvatbaar is. Maar hoe bepalen jullie nou bijvoorbeeld wat een activiteit? Want kijk, ik denk dat er moet geld verdiend worden. Het is een groot centrum, dus hoe je het ook wendt of keert, dat is geen gas of licht. Ja. Het onderhoud. De kunst is om het dus minimaal kostendekkend te krijgen. Ja, maar hoe bepaal je dan van die groep die mag tegen kostprijs of die mag gratis of die moeten wel? Dat heeft zich vanzelf ontwikkeld. Zo gauw het een initiatief was wat in de hoek zat van activiteiten die het leven leuk of interessant of waardevol maken, dan geldt daar soms een andere prijs voor dan van een commerciële activiteit. En daar is een soort prijslijst uit ontstaan. En we hebben een mix van dat we dingen zelf organiseren, zelf aanbieden, maar ook wel eens activiteiten die we faciliteren. Dus dat we alleen meehelpen om iets mogelijk te laten jullie maken. En alles ertussenin. Maar dat betekent dat jullie dus ook wel bepaalde activiteiten zelf uitnodigen van als je concerten bij ons... bijvoorbeeld, die organiseren we zelf en die bieden we dus aan. Maar er zijn ook mensen die iets willen presenteren vanuit zichzelf. Dan gaan we naar de formule zoeken dat dat mogelijk is. Maar als ik nou bijvoorbeeld kijk van, ik heb de mensen van de boeien hier 2 keer gehad. Ja, ja. Nou, die faciliteren die we eigenlijk ook. Dat faciliteren jullie. Dat betekent dus dat ze daar gewoon gratis mogen zitten. Nee, er zit een bepaalde vergoeding voor, maar het is een hele schappelijke vergoeding, zodat het voor allebei de partijen interessant blijft. En de kunstkijk en de galerie, want jullie hebben een galerie waar jullie kunstenaars gelegenheid geven om te exposeren. Ja, dan brengt u mij op mijn werkwijze hoe of dat ik dat doe en hoe of dat we de organisatie aan de overkant hebben gedaan. En dan geldt voor eigenlijk elke activiteit die we organiseren of aanbieden of faciliteren, dat we dat nooit alleen doen. Er is altijd iemand anders bij betrokken. Een voorbeeld, de films, die organiseren we samen met de bibliotheek. Concerten organiseren we samen met mensen die het leuk vinden om een concert te organiseren. En die er ook veel meer verstand van hebben dan ik. Maar waarom doe je dat bijvoorbeeld samen? Is dat om de omdat kosten... ik nergens verstand van heb, mevrouw. Dus dan vraag ik dat aan iemand anders. Oh. En dan faciliteer ik dat. Nee, ik dacht dat het bijvoorbeeld ook zou kunnen zijn dat je op die manier de kosten deelt. Dat je nee, het financiële risico ligt bij mij. Het risico ligt helemaal bij jullie? Ja. Maar hoe, dan hoeven jullie er dus. Brutale vraag. Moeten jullie ervan leven? Nee, dat hoeft gelukkig niet. We hebben er heel veel plezier aan. Ja, het is brutaal, maar ik denk, dan moet
vertel ik altijd heel openhartig hoe of dat het in elkaar steekt. Nou ja, normaal moet er verdiend worden, hoe je dat ook doet. Nou, het wordt ook wel verdiend om, zoals u zei, het gas te betalen, het water en de verzekering, ja, de belastingen en dat soort dingen. Maar jullie nemen bijvoorbeeld als jullie, stel, ik probeer het voor mezelf duidelijk te krijgen. Het was zo veelomvattend. Als jullie bijvoorbeeld, nee, hoe laat ik het vragen? Als iemand er zelf aan verdient, iemand die een concert geeft, die verkopen kaartjes en dan verdienen jullie er ook aan. Werkt nee, het zo? Zo werkt het niet. Nee. Nee, de muzici hebben meestal een vaste prijs, die spreken ze met ons af. En wij moeten dan zorgen dat we voldoende kaartjes verkopen om die avondkosten te krijgen. Het risico is voor jullie. Ja. Dus als jullie een artiest hebben, een kunstenaar hebben geboekt voor een bepaalde prijs en er komt geen hond, dan leiden jullie honden die honden mogen er sowieso niet in hoor. Komen, ook met elke activiteit die we hebben, mogen geen honden in. Er komt geen mens. Nee, er komen wel mensen. Maar het is niet altijd, dat gebeurt. Dan leiden jullie verlies. Ja, dat klopt. Maar goed, dan moeten we niet dramatisch over doen. Want dan proberen we dat weer te compenseren met andere activiteiten. En soms zetten die richting wat commerciëlere activiteiten aan vast. En zo aan het eind van het jaar dan hopen we dat we boven de nul uitkomen. Maar we hebben wel een heel leuk jaar gehad. En we hebben mooie producten aangeboden. Er zijn veel mensen die hebben ervan genoten. We hebben meegeholpen aan waardevolle momenten. Ja, wacht even. Ik denk dat ik toch een paar activiteiten heb waarvan ik denk, daar komt niet echt veel publiek op af. Probeer maar en dan, eens. Nou, dan heb ik bijvoorbeeld, jullie hebben blokfluit, klaversymbool, een tango trio, fluit, viola da gamba, ontroerend mooie barokmuziek. Denk ik, daar heb je een bepaald publiek voor. Ja, van de drie concerten die je noemt, was er eentje iets minder bezet en die andere twee waren eigenlijk voldoende. Waar komen die mensen vandaan? Soms komen die heel ver. En er zijn er bepaalde circuits die wij ook niet altijd weten. Bijvoorbeeld met de fluitconcerten. Schijnen er websites te zijn die dat soort activiteiten die wij dan ontplooien onder de aandacht te brengen. En dan komen de mensen ook wel vanuit Goes naar Oudorp toe voor dat specifieke concert. Dus dan hoeven jullie zelf geen rugbaarheid als ware aan te geven. Soms gaat dat vanzelf. Daar is een bepaald circuit wat buiten jullie omgaat. Niet altijd natuurlijk, hè. Dat hangt van de instrumenten dan weer af. Soms is het niet helemaal duidelijk hoe of dat precies gaat. Nee, maar gaat. Dit waren dus activiteiten waarvan ik dacht, dat is een specifiek publiek wat ja, daarop afkomt. Nee, dat klopt ook. Dat is ook het moeilijkste om echt vol te krijgen. Maar we blijven dat doen en ik kan u vast verzekeren dat we dat volgend jaar ook weer opnieuw gaan doen. Nou ja, dat kan ik me begrijpen. Als het van dit jaar goed een succes is geweest, dan snap ik dat volgend jaar wordt voortgezet natuurlijk. Hoewel het lang niet alles zegt, hè? Wat dit jaar heel leuk is, wil volgend jaar niet lukken. Hè? Het hangt van een heleboel factoren af. Als er weer een keer wereldkampioenschap voetbal is, dan is het weer lastiger om concerten vol te krijgen. Als ik goed begrepen heb, dan kan ik bijvoorbeeld een ruimte huren voor afhuren voor natuurpresentaties met behulp van foto's. Nou, dat is een activiteit die we samen organiseren met de regionale natuurorganisaties. En we organiseren dat vaak met Jan Baks en die voorstellingen zijn vaak helemaal uitverkocht. Ja, maar dat kan ik me nou weer juist wel voorstellen. Omdat ik denk, we hebben zo ongelooflijk veel natuur. Ja. Mensen die er specifiek voor komen hier. Ja, maar u wist nog niet dat wij dat deden, dus we moeten toch nee, wel... Nee, dat wist ik ook niet. Maar daarom vraag ik, maar er zijn dingen waarvan ik zeg, dat kan ik me voorstellen. Ja. En dat was net met de vorige vraag, dat ik dacht, nou, er komt waarschijnlijk een specifiek publiek, waarschijnlijk heel weinig. Dus dat weet ik dan gewoon niet. Nou, is overal bepaalde apparatuur voor nodig. Jullie hebben bijvoorbeeld gepresenteerd de boerderijen van het eiland. En dan denk je, dus heb je een apparaat, wat is dat, een dia-apparaat of een beamer? Of wat werk je, hoe werkt dat? We hebben een vaste opstelling met een beamer en een scherm. En meestal werken we dan op een manier dat degene die de presentatie geeft een eigen laptop meebrengt. En we pluggen die in en die doet het eigenlijk altijd. En een altijd. Beamer, dat is een soort scherm, hè? Nee, dat is een projector eigenlijk. Oh, dat is een projector, kijk. Dat is een scherm, ja. Ik weet lang niet alles. Dus een beamer, dat is de projector? Ja, precies, ja. En dat scherm, maar dan moet het ergens op geprojecteerd worden. Nou, op het scherm dus, en dat laten we zakken. En, dat hebben jullie daar? Ja hoor, allemaal vast bij het inventaris. Het is voor u vanzelfsprekend, maar niet voor mij. Hè? Ja, nee, daarom vertel ik het ook hier. Nee, maar daarom denk ik, hoe doe je dat dan? Moet je dan zelf moeten zo'n scherm meenemen? Nee, jullie hebben een scherm. Ja. En dat is er altijd. Precies. Dus als jullie een filmavond hebben. Lekker scherm zakken en start de film. En we leiden dan vaak nog in met iemand die dat als vrijwilliger doet van uit de bibliotheek. Dus die vertelt wat over de film en de strekking en het motto en aan het eind van de film. Hebben jullie dan bijvoorbeeld de zwarte film of zo? Hebben jullie dat circuit? Specifieke films? Als u bedoelt alternatieve films of zo, of filmhuisfilms? Filmhuisfilms. Arthousefilms bedoelt u waarschijnlijk. Dat soort typen doen we vaak en in de zomer wel eens een populairdere film.
voor de vakantiegangers? Ja, proberen we wel, maar dat is wisselend of dat die komen. De laatste film waarvan je dacht van nou, die wordt niet zo druk bezocht, die was aan het eind van de avond toch nog eigenlijk uitverkocht. Maar wat voor film was dat? Rodin was dat. En ja. We noemen dat een. Ik heb de film genoemd, maar achteraf gezien had ik het beter de documentaire kunnen noemen. Maar goed, dat is ja, voor de fijnproevers. Kijk, ik zou bijna zeggen, wie kent Rodin niet? Daar willen we meer van weten. Ja, maar dan moet ik hem voor u nog een keer draaien dan. Kijk, dat hoor ik nou graag. Daar kom ik dan graag een keertje prima. Voor. Ja, maar die hebben jullie toch niet in bezit zelf, die documentaires? Wij betalen de rechten, zoals dat hoort, aan de rechthebbende. Dat geldt voor elke film. Maar dat betekent dat jullie die documentaire zelf in huis hebben? Ja, maar dat is simpelweg een dvd hoor. Je kunt hem ook thuis draaien, maar dat is lang niet zo mooi en zo groot en zo gezellig als dat het in de overkant is. Nee, ik dacht dat jullie die misschien ook huurden. Dat kan ook, maar meestal koop ik ze zelf. Jullie kopen zelf. Stel dat ik het heel leuk zou vinden, ik ben met een stel vrienden, vriendinnen, ik heb iets te vieren en dat wil ik niet thuis doen. Ik wil de rotzooi niet thuis, ik komt heb ook heel regelmatig bepaalde voor. Oh. Ik denk, ik ga iets leuks vragen. Ja, nee. Maar, en dan maak ik een afspraak met u en dan zeg ik, kom gezellig in de overkant kijken. Nee, maar stel nou dat ik een bepaald thema naar in gedachten vragen. En dan gaan we kijken of we dat kunnen faciliteren. Mag ik zelf meehelpen in de keuken? Of zeggen jullie dan, nee, dat doen wij, maar wij, want ik heb bepaalde recepten, maar die wil ik, kan ik best voor 20 mensen maken. Maar ik heb de ruimte niet thuis, dus dat zou ik bij jullie willen doen. Dan gaan we kijken of we een workshopformule op los kunnen laten. Dat is hartstikke leuk om te doen. Maar we maken altijd de afspraak en wat de mensen willen en dan nee, gaan we kijken. Maar daar probeer ik uit te vogelen, wat kan bij jullie? Heel veel, behalve eigen eten meebrengen en eigen drinken meebrengen. We hebben een volledige horecavergunning ook. We hebben daar ook de voordelen van, maar ook de nadelen van. Wat bieden jullie dan bijvoorbeeld aan? Als ik er gewoon kom, een kop koffie, oké. Okay, maar kan. Wat bieden jullie iets lekkers bij de koffie? Oh ja, nee, Jeanette Kastelein, waar ik mee samenwerk, die verzorgt hele buffetten tot en met 50 personen. Nee, maar als aan ik onverwacht kom. Nee, onverwacht, dat gebeurt heel weinig meer. Want we zijn eigenlijk bijna alleen maar meer open op afspraak. Naast zeg maar, de culturele activiteiten. Ja, dat is best een punt. Want tot dus vorig jaar niet, waren we op zaterdag. Je kan niet gewoon een keertje zomaar langs. Omdat we hebben dit jaar geen reclame meer voor gemaakt. Omdat we te vaak op zaterdag met een gezelschap zijn volgeboekt. Dat is dan een besloten gezelschap. En die mensen betalen daar ook voor. Dat er eigenlijk te weinig zaterdagen open blijven, dat we als theetuin open kunnen zijn. Dat is een beetje lastig voor de galerieactiviteiten. Daar heb ik dan goede gesprekken mee of dat we dat op een andere manier dan kunnen invullen. Maar we zijn wel in trek voor besloten bijeenkomsten, waar we bijdragen aan waardevolle momenten vaak. Ja, maar als jullie hebben over besloten bijeenkomsten, is dat bijvoorbeeld ook een kerkdienst? Of een? Ik heb begrepen dat, stel, een uitvaart, maar stel dat het een uitvaart is waarbij ik wel wil dat de dominee spreekt, maar ik wil niet in de kerk opgebaard worden. Dat wil ik bij jullie doen. Ja, Zou dat kunnen? Ja hoor, dit jaar hebben we dat 3 keer gedaan. Een uitvaart met de overledene erbij. En dat is dan eigenlijk maken we dan zelf een soort dienst in overleg met de begrafenisondernemer, vaak en met de familie. En dan kunnen we beelden laten zien die een levensverhaal vertellen. Er is natuurlijk een microfoon om toespraken te houden. Er wordt muziek gemaakt. De rest, denk ik dan, dat je die moet aanpassen. Want jullie hebben toen ik er was, prachtige kunstwerken aan de muur hangen. Hele vrolijke ook. Passen jullie dat aan al naar gelang? Nee, nee? De overkant is dan zoals die is. Tenzij mensen dat speciaal willen om een bepaalde wand, zeg maar, voor de inteken van de overledene te doen. Dat is wel eens gebeurd. Iemand die zeer verdienstelijk fotografeerde, dat we het inrichten als een expositieruimte van diegene die was overleden. Ja, ja. Maar dat doen we allemaal in overleg. En dat is eigenlijk helemaal niet ongebruikelijk voor ons. Wij vinden dat juist heel erg leuk om te doen. Dat is tenminste leuk. Wij ervaren dat dan dat we een bijdrage leveren aan moeilijke, maar ook mooie en vooral waardevolle momenten. En dat is heel tevredenstellend als dat allemaal goed verloopt. Maar dan ga ik naar iets anders. De tegenovergestelde, een feest, echt een feest, een huwelijk van mijn part. Daar wil ik bepaalde artiesten bij hebben, of mijn kleinkinderen die willen daar bepaalde artiesten bij hebben. Moeten ze die zelf regelen of kan ik dat bij jullie neerleggen, het hele pakketje? Nee, we doen geen artiesten meer. Oh. We doen geen versterkte muziek in de betekenis van iets van in de vorm van een disco, dat doen we niet. En we doen ook geen bands, iets in die trend. Want we zitten midden in een woongebied, eigenlijk midden tussen de lokale bevolking en ik vond het zelf niet een prettige ervaring om maar te denken dat ik aan de omgeving overlast met onze activiteiten. Toen ik er was, ik had de indruk dat het totaal een alleenstaand
pand was? Nee, we zitten midden in de woonomgeving. Links en rechts huis en tegenover ons. Vlak ernaast? Die heb ik helemaal niet eens gezien. Ja, zo mooi is het ingepakt in het groen. Nee, maar echt niet? Die heb ik niet gezien. Ik dacht dat het echt een alleenstaand pand was. Nee. Cursussen kunnen er bij jullie gegeven worden. Waar moet ik dan aan denken? Is dat dan een yogacursus tot bloemschikken? Of wordt dat dan ook door jullie verzorgd? Moet degene die cursus geeft alles zelf meenemen? Nee, wij faciliteren vaak. We doen dat vaak voor organisaties uit de onderwijssector. Of natuurorganisaties zijn vaste klant. En we zorgen dan vaak voor koffie, thee en wat lekkers erbij. Eventueel een lunch tussen de middag. En onze beamer en het scherm zijn tiptop in orde. Dat werkt altijd. Kwestie van inpluggen en de presentatie of de cursus of de teambuilderbijeenkomst kan beginnen. En zijn er dan nog andere wensen, dan proberen we die in te vullen. En dan hebben we de tuin daar natuurlijk nog bij. Dus als er een keertje in aparte groepjes gewerkt moet worden, dan kan dat binnen. En met mooi weer kan dat ook buiten. Dat zijn we heel gewend om te doen. We zijn net iets van een onderwijs, als het onderwijs iets met onderwijs. Ja, dat klopt, ja. Zijn dat dan scholen? Scholen, ja. Ja. Ook van goede overlijkheden die regelmatig naar de overkant komen voor, zeg maar, een teambuildingbijeenkomst of een vergadering of een cursus of wat dan ook. Op die manier, ja. Ja, en dat lees je niet in de krant en dan maken we voor de rest ook nauwelijks reclame mee. Maar toch hebben we regelmatig dat soort bijeenkomsten. Heel leuk om te doen. Dus voor jullie, dat heb ik al heeft u al verteld, voor jullie is het belangrijk dat jullie aan het einde van het jaar gelijk spelen. Dat is het belangrijkste. Oh ja, het is ook leuk om, als je wat overhoudt natuurlijk, maar dat is niet de hoofddoelstelling. Nee. Wij halen ons plezier uit dat we datgene wat we faciliteren of aanbieden, dat de mensen plezier aan beleven. Dat is eigenlijk de hoek waar we ons in bezighouden. Dus bijdragen aan waardevolle momenten en aan plezierige momenten. De tuin. Ja, die is groot, hè? Die is niet alleen groot. Jullie hebben prachtige fruitbomen staan, een mooie vijver erbij. En ik heb geleerd bij jullie wat junrennen is. Ja. Laat ik nou echt gedacht hebben. Dat de kippenren was zeker? Nee, ik dacht dat het een vorm van sport was. Ik dacht iets van jun. Die heb ik nog niet gehoord. Die gaan met uien. Ik dacht jun. Ah ja. Ik dacht die moeten iets wat leuks. Zaklopen met uien in je hand of zo. Ja. Je moet met jun, met uien moet je gaan rennen. Vind dat een grappig idee. Nee, echt waar. En toen ik hoorde dat is een jun ren, toen dacht ik verrek, ga nou wat. Ja. Dat heeft er dus helemaal niks mee. Ik heb het toch wel goed uitgelegd allemaal toen? Ja, ik heb het toen niet prima. Gezegd. En heb je de hooiberg nog niet gezien natuurlijk. Nou zijn we in mijn huiskamer, dus nou durf ik het te zeggen dat ik toen dacht, leuk, wielrennen. En dat blij was dat ik het niet gevraagd had. Ja, oké. Okay. Nee, echt, ik dacht het. Ja. Bijenkast hebben jullie? Ja, dan moet dat je toch een ook beetje zoiets van weten wat je doet. Nee, want dat is ook iets. Ik heb vertelde net dat ik alles met een andere partij samen doe. Ik heb alleen maar de grond beschikbaar gesteld en de bloesem van de bomen natuurlijk, maar die komen allemaal vanzelf. En een andere organisatie verzorgt voor de bijen. Trouwens, die bijenkassen die er staan, die maken deel uit van een apart teeltprogramma. Omdat er wordt geprobeerd om varroa mite resistente bijen te telen via. Zeg dat nog maar een keer. Misschien gaat het ook een beetje te ver over voor de overkant. Maar we werken gewoon mee met een andere organisatie. Die willen het waarschijnlijk, die herkennen waarschijnlijk dingen en dan, die vinden het dan leuk. Dus hoe heet dat? Varroa mite resistente bijen. Samoa rijdt resistentem. Niet helemaal goed, maar Het lijkt erop. Ja, dat lijkt erop. Maar we doen dus mee met dat soort En waar gaat de honing naartoe? Is dat voor hun? Nee, er is nog geen honing. Tenminste, ik heb nog niks gezien. Ze staan er voor het eerste jaar. Ik weet toen Leenert en ik daar waren, toen waren jullie net begonnen met de restauratie van die hooiberg. Ja, inmiddels wij niet. Dat doet iemand anders. Nee, goed, dat in opdracht dan. Nee, ook niet. Ook niet? Nee. Ik stel de grond beschikbaar en iemand anders, een andere organisatie, Stichting Jurennen. Maar jullie mogen er wel over beschikken. Wij mogen hem gebruiken, dat is een beetje de samenwerking, zal ik maar zeggen. Maar de andere organisatie heeft hem helemaal neergezet en geregeld en gefinancierd en op een fantastische manier gerestaureerd. Ja, ik heb er later een foto van gezien. Met Open Monumentendag doen we mee, met Open Monumentendag dus. En er zijn mensen van de stichting aanwezig om er uitleg over te geven. Dus van harte welkom op Open Monumentendag. Maar dat was dus een van mijn laatste vraag. Is er inmiddels iets bekend van het herfst- en winterprogramma? Is er nog ruimte in jullie agenda? Waar moeten mensen zich melden als ze bij jullie terecht willen? Nou, even op de website kijken. www.overkantoutdoor.nl. Daar staat het programma op. Ik denk dat we weer best een redelijk winterprogramma hebben met een paar extra alternatieve films. Of eigenlijk films uit de oude doos misschien. De komst van Joachim Stieler, opgenomen in de jaren 70. Ja, echt een fantastische documentaire film. Ja, ik heb het boek opnieuw gelezen. Hartstikke leuk om te zien.
Het was een feuilletuin van 3 delen en dat wordt nu achter elkaar uitgezonden. Die gaan we als extra doen. En nog een paar van dat soort type films onder andere. En een extra concert nog in november. We werken mee met de Soor Optimisten om wat geld op te halen voor het goede doel. Ja? Dat soort activiteiten dus. Dan denk ik dat wij het gehad hebben. Ja? Ik heb heel veel activiteiten. Heb ik het een beetje duidelijk uitgelegd voor u? En voor de kijkers, denkt lekkere, u? Lekkere, makkelijke praten met een heleboel activiteiten. Daar ben ik blij om. Dat is voor mij ook heel prettig. Maar ik vond het vooral zo leuk dat ik dacht, jullie doen zoveel ook alleen voor de lol. Zonder alleen de verdienmodus erop. Ja, maar en dat vind ik zo mooi. Ja, nee, maar, ja, kijk, dat is eigenlijk ook, ik wil niet zeggen het leukste om te doen, maar je komt dan ook in contact met andere mensen die je anders niet tegenkomt. Je hoort dingen die je anders niet zou horen. De actieradius van mijn belangstelling blijft dan vrij groot. En dat is gewoon erg interessant. En we maken ook mensen blij. En we hebben dan een bijdrage, soms aan hele waardevolle momenten. Wel eens faciliteren we mensen die 60 jaar zijn getrouwd. Nou, die laten daar dan foto's van maken en die leggen dat dan vast in een boekje. En dan hoor ik weken later dat ze daar elke dag om 11 uur na de koffie nog naar zitten te kijken. Nou, dat zijn voor ons hele leuke dingen om te faciliteren dat ze daar zoveel plezier aan hebben beleefd. En is de hoogte van die rekening nog wel interessant, maar niet meer doorslaggevend, omdat je mee hebt geholpen aan een waardevolle bijeenkomst voor de mensen. Ja. Als u nou nog even blijft zitten, dan ga ik afsluiten. Dat was het voor deze week en volgende week ben ik terug met andere gasten en een ander onderwerp. En als u thuis nu denkt, ik heb een activiteit, een hobby of een onderwerp waarover ik graag eens met haar van gedachten wil wisselen, neem dan contact met ons op. Dat kan via huiskamergo@kpnplanet.nl. En deze uitzending is binnenkort terug te zien via Slogo, maar ook via Ziggo kanaal 36 en KPN kanaal 1371. En natuurlijk via mijn eigen huiskamerprofiel op Facebook. Graag tot de volgende week. Dag!